Ja, ik heb... Ah, wat? Oh mijn god! Er zit hier een trap, oh mijn god! Dude! Ik haat mijn leven. Oké, we hebben de markers al neergezet. Het wordt Retail Row. Daar gaan we, man. Yeah, let's go. Ik ben er helemaal klaar voor. Oh, ik zie al wat tegenstanders die er ook in gaan, Jurien. Ja, maar ja, dat is natuurlijk allemaal gratis skills voor ons en zo. Nou, gratis skills, ik denk wel dat we ervoor moeten werken. Maar als jij dat als gratis skills ziet, hé, ik zou zeggen, help me als ik in nood zit. Ja, dat komt wel goed. Ik doe even mijn headsetgeluid wat harder. Ik vind het geluid van Fortnite zo tof, hè. Al die special effects. Oh, ja, dit ga ik doen. Dit heb ik wel vaker gedaan, dit vind ik leuk. Hoppakee. Oh, die toren. Ja, precies op die toren. En er zit in. Ja, er zit zeker wat leuks in wat ik kan gebruiken. Kijk, dat zie ik graag. Papa, ik heb ook een kissie. Volgens mij is er niemand bij ons gebouwtje echt in de buurt geland. Dus wij hebben heel eventjes rust. Oké. Nou, ik heb wel wat lawaai gemaakt, dus... Ah, kan gebeuren. Ik hoop niet dat ze mij nu hierop spotten. Oké, er zit iemand op het huisje in het westen. Dat moeten we even goed in de gaten houden. Alright. Oh, ik heb een E8. Nice. Oh, chill. Ik vind dit wel een fijn winkeltje. Hallo. Nee? Oké, het is echt een kutwinkel, is helemaal niks. Ja, irritant als ze hun producten niet op voorraad hebben. Ja, dat is zo vervelend. Maar kijk, dit is beter. Ik ga eventjes naar boven. Ik weet dat daar nog ammo lag. Maar kijk, een crossbow. Daar loop ik graag voor naar boven. Oh, een kissie. Wat zit erin? Ammo crate. Oh, man. Oh, yes, een groene AR. Oeh, dus ruzie in het westen. Ja, dat is het Wilde Westen, hè, noemen ze dat. Ja, hey. Hey. Pluspuntje voor jou. We zijn scherp vandaag. Oh, ik heb 6 granaatjes en ik vind granaatjes super leuk. Lekker, man. Jij bent echt zo sneaky, man. Ik zag je daar sneaken zo. Ja, ik doe dat heel standaard. Gewoon, hey, niemand ziet mij hier lopen. Hey. Jij dacht gratis kills. Jij dacht, even sneaken. Oh, hier voor ons loopt er letterlijk één. Oké, ik ga de hoogte opzoeken. Staat letterlijk bij dit gebouw recht voor mij. Wat vind je hiervan? Oh, ik heb hem 2 keer gehit. Ja, die maken we meteen af. Waar zit hij dan? Hier om de hoek. Oh my god, nee. Hij heeft me gekilled. Ja, daar was ik al bang voor. 1 Bennett en hij helpt me. Oh my god. Oh! Hij is knocked down. Oh mijn god, ik heb hem! Oké, via dak, let op. Nee! We gaan het weer proberen, via dak. Nog 1 keer, even iets hoger. Daar komt hij, rolt hij naar beneden. Ah! Dit zijn wel de tactieken. Hé, maar wat vind je gewoon hiervan? Uitdagend. Oh! Hoppa! Ik heb helemaal geen shotgun nodig, mensen. Gewoon mijn burst, die pak ik even. Hoppakee. Nou, dankjewel voor de items. Oké, dit is het enige wat je nodig hebt. Gewoon een trap naar de hemel. Richting de hemel, laat ik het zo zeggen. Niet naar de hemel, dan moeten we nog wel een stukje hoger. Ah, nu heb ik zulke goede wapens, maar ik mis Jurien. Oh, van waar kwam dit? Oh, recht voor je, lol. Oké, dat waren de meest scheve kills, maar ik neem het. Boeien. Ik miste echt gewoon kapot veel. Dat was echt niet normaal. Dat was echt een beetje awkward. Ik had het liefst willen knippen, maar nee, het is toch in het potje Fortnite, dus we laten het er gewoon mooi in. Ik moet heel even kijken of ik geen scar laat liggen, want anders dan heb ik weer iedereen die boos op mij is. Oh, Enzo, laat die scar nou niet liggen. Dat kan toch echt niet? Oké, we gaan even de items goed zetten. Dit vind ik wel een fijne setting. Oh, kijk eens wat ik daar zie. Ja, dit kan essentieel zijn, mensen. Een loot crate. Een ammo crate. Wow, mijn beeld vloog je helemaal de lucht in. Ja, maar ik ga ook later deze video ga ik nog de hemel bezoeken. Oh, ja, ik zie daar mensen. Zie je ze? Ja, ik zie ze. Bij de rechterboom. Volgens mij lust hij heel graag sniperkogels. Ik had gelijk. Ik ben gewoon in mijn eentje, ze hebben geen idee. Nee. Je hebt wel een coole pickaxe, man. Ja, die pickaxe die is cool, hè. Oh, hij heeft ook een sniper of iets. We gaan gewoon even hierheen. Ja, tada. Zo. Ja, jullie kunnen schieten wat je willen, geen probleem. Ik laat ze gewoon een beetje op me afkomen. En dan straks in één keer... Pow! Tenminste, dat is de bedoeling.
Ik denk dat ze even aan het healen zijn, want ik had hem best wel goed gehit. Ik deed meer dan 100 damage namelijk. Oh ja, dan zit hij even te bandagen. Dus dat doet wel eventjes ouw. Over 1 minuut 20 wordt de cirkel kleiner. Ik betwijfel wel of ze er nog zitten. Ik denk dat ze gewoon zijn doorgelopen. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ik ben maar in mijn eentje, jongens. En jullie hebben geen idee, hè. Ik denk dat ik ook gewoon verder ga. Ik ga geen tijd spullen hier. Ik moet ook aan mijn resources denken. En daar kan ik wel wat bij gebruiken. Zal je alles al geloot zijn of zal er nog ergens wat liggen? Er waren veel schoten, dus ik denk dat alles geloot is. Ja, soms dan denk je dat, maar dan... Jeetje, soms is dat rondje op een rare plek, jongen. Ja, soms zit hij op de bladeren. Ja, klopt. En dan is het echt raar om te slaan. Oh, kijk. Ze weten wel dat ik hier ben. Nou, dat is leuk. Dat mag. Dat is geen probleem. Oh, kijk. Hier zijn mensen aan het vechten. Ruzie. Oh, je hebt de cirkel echt op de seconde gehaald. Oké, nou, dan gaan we omhoog. Oh, hij springt omhoog. Oh, wow. Mooie hit. Egg launcher kan ook nog veel doen als je die hebt, hè. Gewoon naar beneden laten rollen, letterlijk. Ja, precies. Niet je eigen beest. Oh, die gaat... Oh! Ah, balen. Balen. Ik had die ene wel echt lekker gehit. Maar ik vond het wel een leuk potje. Kan niet alles winnen. Dat is heel goed commentaar. Retail Row, let's go with the flow. Retail Row, ik zeg. Retail Row, let's go. Wow, dit wordt gewoon een Fortnite song, hoor ik. Een Fortnite parody. Oké, we gaan naar Retail Row dus. Ik zie jou links. Oh, er gaan veel meer mensen. Oh, hebben er gaan echt veel meer mensen. Retail Row? Ja, blijkbaar wel. Ik zie daar eentje voor mij. Het leger open. Nou, ik heb wel zin om een paar mensen eventjes flink aan te pakken. Zullen wij naar dit huisje gaan? Of nee, weet je, we gaan gewoon hier rechtsachter. Dat lijkt me wel goed. Naar de winkeltjes? Ja, naar de winkeltjes. Oeh, volgens mij hebben twee anderen ook die planning. Volgens mij ook, ja. Oeh. Ja. Wij gaan er ook gewoon heen, hoor. Waar ben jij? Ik land hier achter zo. Oké, ik heb een shotgun, tactical shotgun. Ik heb niks. Hij zit bij mij. Allebei. Ik kom naar je toe. Ik ben hier buiten. Zit in mijn nek. Enzo. Zit in mijn nek. Ik heb shotgun. Ah, komt goed, Jurien. Ik kom je helpen. Ik heb een knocked. Ik ben knocked. Het duurde even, want ik hitte hem 3 keer, maar ik schoot hem per ongeluk 1 keer in zijn poten. Dus als je iets ziet liggen op de grond, wat klein is, dan zijn het zijn teentjes, denk ik. Oh, dat is echt naar. Hey, maar dit is wel even lekker hoor, die 2 kills. Lekker man. Kijk, meteen genoeg ammo, dan hebben we dat probleem ook niet. Ik hoorde een trap geplaatst worden. Oh, ik zie iemand op Noordwesten. Hij loopt daar letterlijk gewoon buiten. Hij heeft best wel wat stuff. Zullen we naar hem toe gaan? Ja, gaan we doen. Ik ben net even aan het healen. Wacht even. Is goed. Ik heb niet zoveel HP, man. Ik heb ook geen AR of zo. Ik heb alleen een shotgun. Dat is het enige wapen wat ik heb. Komt goed. Ik hoor nog een crate naast me. Die open ik nog even. En dan hopen dat er iets goeds in zit. En anders gaan we... Ja, lekker hoor. Groene AR. Kijk, daar zocht ik. Ik ren er al een beetje heen. Ze zitten gewoon voor mij. Ik zit hier gewoon bomen te hakken. Ik heb mijn staf. Maar dan kunnen wij het straks mooi opruimen, weet je wel. Ja, dan ruimen wij gewoon de rotzooi op. Ja, precies. Oh, ik zie daar links iemand. Oh, ik zie ze allebei daar. Ik ga nog niet schieten. Pas op hoor, ze zijn op 202. Oh, ze hebben een big shield. Ze hebben het gezien, denk ik. Oh, ja, ik zie het. Oh, ze gaan vechten. Oh, lol. Eentje is neer, eentje heeft een rocket launcher. Schiet op die ander. Oh, hij is bijna dood, die andere. Die andere guy is echt bijna dood. Ik heb hier deze kant. Die gaan flanken. Ik zit in zijn nek. Ah, ik ben 1 keer hit. Ik ben knocked. Voordat hij mij afmaakt. Hij bouwt. Lekker hoor. Het scheelde niet veel, zou ik heel eerlijk zeggen. Ik had een hit op hem van 96 met mijn pump. Oh man, ja, maar dan moet ik nog wel raak schieten om het af te maken. Oh, ik schrik me dood. Dat was in 1 keer een, hoe noem je zo'n ding? Lieve heersbeestje. Wat deed die hier nou dan? Ja, serieus. Kijk, is er genoeg healing? Oh my god, jongen. Ik heb een campfire in ieder geval. Oké, chill. Oh, hier boven ligt staf, jongen. Wow. Oh, maat. Oh, hier ligt nog een big shield hier binnen in het huis voor je.
Ja, hier zo heb ik een big shield. Hoppakee. Heb je ook een normale healing? Nee. Die kan ik wel gebruiken. Er lagen wel bandages hiervoor. Oh ja, ja, ja. Oh, kijk, en nu heb ik ook eindelijk een fatsoenlijke AR. Nou, is in hier binnen ligt ook nog een big shield hier. Oh man. Mensen, belooft dit dan een potje te worden dat ik Jurriën elke keer ga redden? Ja, ja, tot nu toe wel. Dus ja. Twee kills heb ik en ik heb je twee keer gered. Ja, ik heb Ah, wat? Oh mijn god. Er zit hier een trap, oh mijn god. Dude. Ik haat mijn leven. Ja, die trap gaat eraan hoor. Jemig, al mijn shield naar de knoppen. Oh, dat is zo zuur. Moet je dan een shield van mij hebben nog? Ja, op zich. Alsjeblieft. Jongens, wat een gezicht. Oh, oh, wat lullig. Nou, gaat helemaal goed komen. Ik heb in ieder geval wel een campfire trouwens. Die kunnen we wel even gebruiken. Ik heb er twee. Ja, laten we dat maar doen, ja. Ja, die moet je altijd op zo'n houtstuk zetten. Ja, die kan je niet op de grond zetten for some reason. Oh ja, bouw me anders maar lekker in. Yo, bro. Sorry. Hey, alles goed daarboven? Lekker warm hier zo. Ik ga er iets moois van maken. Kijk, een mooie trap. Why? Yo! Oké, okay, ik ben helemaal full, man. Zo, de cirkel is volgens mij... Zo, we zitten echt precies midden in de cirkel. Zo, ja. Ja, waar ga je dan heen als je midden in de cirkel zit? Ja, dat vind ik ook altijd een hele moeilijke. Ja, want meestal ben ik gewend om van buiten de cirkel naar binnen te gaan. Maar nu zitten we er wel in. Yep. Denk misschien een beetje richting Salty Springs. Gewoon in die richting lopen en kijken of we iets tegenkomen. Ja, dat is een prima idee. Oh, ik loop over zo'n band heen. Ik schrik me kapot. Als je die band kapot, maar waar is die band? Oh ja, ja, ja. Kijk, dit geluid is zo grappig. Let op. Hoor je dat? Ik zie zo'n leeglopende piepende band. Ja. Ah, jij spreekt die sound effects in. Ja, dat doe ik altijd, joh. Veel ammo crates, zeg. Zo, niet te geloven, hé. Het is saai. Waar zijn de mensen? Waar is de gezelligheid? Waar is het volk? Dit is saai. Pas jij nou maar op met je twee keer doodgaan. Ja, oké. Okay. Hoef je niet te zeggen, hoor. Oh ja, ik zie twee mensen. Op 320. Oké, knockdown. Oh. Wow, ver weg? Op dat huis. Hij is op het dak. Hij was aan het schieten op iemand anders, dus ik pakte hem mooi. Oh ja, die waren aan het schieten op 340. Helemaal achterin. Ja, we gaan heen. Hij is knockdown, hè? Wow. Ik heb één keer gehit. Ik heb één knockdown. Oké, ik ga via links op, denk ik. Ik heb hem weer gehit. Hij is bijna dood. Hij is bijna dood. Oh, hij is dood. Hij is gevallen, denk ik. Of hij is gekilled door team achter hun. Nee, didn't stick the landing. Ah, nice. En zo, hoppa. Laat die scar niet liggen. Ik heb de scar, mensen. Nee, nou, niet boos worden op mij in de chat, hè. Ik was al bijna weer een reactie aan het typen. Ik zag het alweer gebeuren. Ja, ik moet elke keer even goed kijken naar die wapens, hoor. Dat ik niet iets mis wat ik over het hoofd kan zien, waardoor de kijkers heel erg boos worden. Oké, die andere mensen die waren hier ergens boven voor ons of zo. Wat was het precies? Ja, rechts hier op 30. Rechts op 30? Oh, dat is meer daarheen. Oh, die waren daar meer? Die waren hier. Oh, ik zie mensen. Op de berg? Ja, op de berg. Oh, dat is heel risky. Ik heb geen sniper, dus ik kan daar niks tegen doen. Oh, 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 dit gaat niet helemaal volgens plan. Ik schoot eentje bijna raak, dus scheelde echt niet veel. Ja, we zitten hier echt perfect in het midden, dus ik weet niet zo goed... Irritant eigenlijk, hè? Ja, het is lastig. Wat moet je dan doen, weet je wel? Ja. We kunnen wel hier het dak claimen van Dusty Depot op zich. True, maar ik heb geen sniper, dat is van naar. Nou, dan ben jij een beetje op de uitkijk, oké? Ja, dat is ook wel leuk. Dat is ook wel leuk, toch? Nou, staan Hoppa. We erop. Gaan we allebei een fortje maken. Oh, ik zie mensen lopen op 318. Zie je ze? Nog niet. Oh, heerlijke hit weer. Oké, okay, er gaat één iemand de trap op. Oh, weer een hit. Kom op. Oh man, ik had hem 105 nog wat of zo gehit. Of 105 nog wat. Gewoon 105. 105,4. Je weet me nooit, hè. Ze kunnen het maken of kraken. Kan het verschil. Maar we zitten weer in de cirkel, dude. Ja, en even kijken. Die mensen daar hoeven niet naar ons toe te komen. Maar wel hier zo. Dus laten we gewoon een fort maken. En dan ga ik hier even een shield maken. Want dan kan ik niet beschoten worden door die bergen. En dan kunnen we hier gewoon een beetje rustig kijken. Heb jij nog sniperkogels? Oh, ik zie iemand lopen. Ah, loop dan door, muts. Op 118. Oké, knockdown. Wow, yo, dude. Helemaal gek.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, die stond stil hoor. Dus zo bijzonder was het niet. Oké, ik hou dat wel een beetje in de gaten daar zo, want er is daar wel movement. Dus ik bouw hier ook eventjes. Ik heb wel een mooie toren, ik ben er wel trots op. Wacht, even kijken. Had jij nou... Wacht, ik maak hier even een deurtje. Hallo! Heb jij nou een sniper ammo voor mij? Wil je dat even naar beneden droppen? Oh ja, ja. Ik drop het naar beneden. Kom dit! Ah, thanks. Ik heb 24 of zo. Hoppa, dus uit de lucht gepakt. Oh, er was geschoten op 206. 206? Dat is, yes. Oh, dat is daar zo. Ah, daar kijk ik niet heen, joh. Ik kijk alleen naar het oosten. Ik schiet er gewoon een rocket launcher op af. Ik wou net zeggen, deed jij dat nou? Want ik schrok even. Ja. Oh, hij heeft het toch door. Jammer. No way. Oh. Oh, net gemist met mijn snipper. Ik had hem ook net gemist met mijn RPG. Oké, ik hou toch daar nog een beetje in de gaten. Daar ergens zitten mensen, ergens bij het zuidoosten. Oh. Oh, dat is op ons volgens mij. Ja, dat is op mij. Waar zit ze? Oh, hier achter de boom. Ik heb er één genokt. Hoe dan? Ja, die andere is ook bijna knocked. Zie je hem daar zo achter? Ja, ik zie hem. Schiet op hem. Ik heb bijna geen kogels meer. Ik heb hem echt zo bizar vaak gehit. Ik heb geen kogels meer. Hij moet. Ja, hij moved. Ik heb hem. Oh, jij hebt hem. Nice. Oké, okay, lekker. Ik heb helemaal geen assault drive ammo meer. Dus als je mij wat kan... Oh, ik heb dat wel. Ik heb alleen totaal geen resources. Dus ik kan niet eens bij jou komen. Oh, shit. Ik dacht dat hij verder door zou lopen. Ik heb shit voor je. Als jij resources voor me hebt, ben ik er blij, jongen. Enzo, kom op, hè. Ja, een momentje. Sorry, hoor. Ja, ik heb assault drive. Dus hij komt helemaal goed. Oh, knockdown. Eentje knockdown. Oké, die andere... Oh, ja, ik heb hem. Waarom schiet jij een rocket daarop af? Daar zit helemaal niemand. Ah, just in case, weet je wel. Daar zit helemaal niemand hier. Oké, wat heb je nodig? Resources. Ja, ik heb echt heel weinig, maar hier, ik split wel gewoon. Heb jij rocket... Ik heb rocket ammo voor jou. Oh, nice. En hier ligt de AR onder je. Ah, chill. Kijk, echt dat is even wat beter. Wil, dus daar kennen we hij is aan het looten, die kill. Oké, dat zijn een van de laatste. Wij moeten gaan moven straks trouwens. Ja, klopt. Ja, ik zie ze wel, ja. Oh, boia! Knockdown! Lekker, man. Oké, nu moet ik hem nog. Kom op, Enzo, kill hem. Dan is er weer een tegenstander minder. Ah, dood. Zo, kerel, you are on fire. Lekker. Oké, we moeten hier weg. We moeten het verlaten. Ja, we moeten nu gaan, ja. We gaan het schip verlaten. Oh, ik heb het echt net gehaald. Ik viel bijna er vanaf. We gaan het schip verlaten, mensen. Dus die D-pot, het was me genoegen. Ik gegroet jullie. Ja. Dankjewel voor de kills. Ja, echt, hè. Ik denk dat er op 150 mensen zitten, want daar staat best wel een flink gebouwtje. Dus, ja, er is één iemand in het zuidwesten hier in dat huis daar. Dus laten we daar gewoon heen lopen. Even een beetje kijken hoe ver we komen. Want ik weet in ieder geval dat rechts bijna niemand is, behalve die... vrouw die eruit ziet als Tomb Raider. Hier zit hij ergens, in dit huisje. Tenminste, hier zat iemand. Ik zie hem niet, ik loop aan de buitenkant, aan de andere kant van jou, maar ik zie hem niet. Ja, ik loop hier weg, want cirkel. Oh, ik zie hem, ja, op 150, bij de loot drop in de buurt. Hier bij mij. Oké, ik ben bij aan je. Aan de andere kant van deze heuvel zit hij. Schatje, ik ben... Oh, nee, hier joh! Ja, hij zit in het huisje, in het stenen huisje. Hij doet de deur dicht. Ja, yeah. Kom dan! Got your cover, mate. Welke cover? Oké, dood. Ik heb hem. Oh. Ik heb hem geschoten. Oké, gouden scar. Jij kan die andere pakken als je wil. Ik heb een normale scar. Super chill. Ik heb beschoten uit 160 ongeveer. Oh ja. Oh, ik zie iemand op 167. 160. Ja, daar. Die schoot net op mij. Oké, dat is niet leuk. Heb je AR-kogels nodig? Ik heb er 900. Zo, ja, share. Share is care. Oh, ik werd even goed geschoten kom eraan. Hallo. Oké, ik split gewoon. Thanks, bro. Ik heb één keer gehit. Oh, eentje zit daar boven. Wij zitten in de cirkel, hè, dus we kunnen hier een fort maken. Kunnen we doen, ja. Oeh. Rustig aan, kerel. Ja, ik vind het even jammer dat ik geraakt ben net, want daardoor heb ik geen shield meer. Dat is een beetje jammer. Maar er zijn er nog drie, hè. Dus één team en één solo. Oh. Wow. Ik weet niet, ze willen me graag... Oh, hij is eruit gesprongen. Oh, ik heb bijna geen resources. Heb jij wat?
Ik heb ook bijna niks. Rechts is hij aan het bouwen. Blijf hem onder druk zetten. Blijf hem onder druk. Ik heb hem één keer gehit. Gaat hij naar boven? Ja, maar ik heb hem kapot geschoten. Ja, hij is dus knocked down. Ja, en die andere is ook heel low. Ja, die gaat eraan. Die gaat eraan, Pete. Ja, ja, lekker, lekker. Er is er nog één over. Misschien zit hij ook wel achter de boom ergens. Ja, even die kapot. Ik schiet gewoon even alles kapot. Ja, dat is goed. We hebben genoeg kogels. Ja, ik heb nog 400 kogels over. Ik denk dat hij achter dat huisje zit. Ja, ik kan me ook niet anders voorstellen. Oh, er zit een trap in, lol. Ja, misschien wil hij ons daarheen lokken of zo. Kan best. Hè? Hè? Waar, waar is de laatste? Zal hij daar zitten? Dat zou kunnen, hoor. Het zou kunnen, inderdaad. Oh, wat? Ik ben gesniped. Oh, bij mij zit hij. Ik hoor hem. Ik hoor hem heel dicht bij mij. Hoe heb je dat niet kunnen horen, Jur? Geen idee. Hij snipte mij en toen kwam hij in één keer naar boven lopen. No way. Hoe? Dit is zo niet verdiend. Ik heb zo goed werk geleverd, Jur. No way! Dit is zo'n bummer, jongen! Oh my god! Dit is echt een feels bad. Oh, maar ik was wel on fire, jongen, met die sniper. Heerlijk, zeg. Is wel een goed gevoel. Helaas niet eerst geworden, maar ik heb wel genoten. Ja, ik vind het nu al genoeg geweest met die loser. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Ik vond het wel super tof. Wil je meer zien? Vergeet niet even een like te geven. Check mijn kanaal, dus abonneer hier beneden. Allemaal eventjes, zou ik super tof vinden. Het kanaal van Jurien staat ook in de beschrijving. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe video om 5 uur, zoals elke dag. Zie jullie dan!